Yo gasten, mijn naam is Barend en welkom bij deze gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, vandaag ga ik iets heel erg vets doen, waarvoor ik eigenlijk ook 1,5 uur moet gaan rijden nu. Dus ik ben nu aan het vloggen, maar ik moet eigenlijk rijden. Maar in ieder geval, ik ga vandaag het vetste wat iemand ooit voor mij heeft gemaakt ophalen. Joost, en niet Joost speelt spellen, ook niet Enor Joost, maar deze Joost, die had een tijdje geleden dit fingerboardpark op Marktplaats staan. En hij is echt super gaaf. Ik ben er naartoe geweest om te gaan kijken. Alleen ik zag dat het niet helemaal het park was wat ik op dat moment zocht. Hij had dat gemaakt en toen dacht ik van wauw, deze gozer heeft echt zoveel talent. Ik wil dat hij wat voor mij maakt en dan is het misschien niet dit... Maar dan is het dit wat we nu gaan zien. Ik ga er nu naartoe. 1,5 uur rijden op naar Breda. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. Let's go. Ja, ik ben er inmiddels na een goede 2 uur rijden. Wat niet helemaal de bedoeling was. Maar ja, hè, file en goede vrijdag. Dames en heren, hier is hij dan. De maker Joost, de one and only. Ja, ja. Hij staat klaar volgens mij, of niet? Kom maar, man. Ja, oh, zeker. Oh, moet gelijk. Oké, okay. Sick. Voor jou in de tuin staan hier zo. Dit zijn ze. Dit is het park. Holy shit. Allemaal van hout ook. Nee, maar wacht even. Kijk hoe vet. Holy shit! Yo, hij is echt mooier in het echt ook dan op de... Holy fuck! Ja, ja. Ja, er zit liefde in, jongen. Ja, dat kan je zeker zeggen. Holy shit, kijk hoe mooi die is, jongens. Je kan een ledverlichting op doen. Oh ja. Die had je wel, maar... hoe kan je zo... Heb ik een centimeter speling gehouden ongeveer. Dan kan je de ledverlichting achter plakken. Het is zo'n 5,20 meter. 5 meter? Hoezo? Hoe kan er 5 meter ja, in als de... omtrek, ja. Als omtrek krijg je toch best veel. Want dit is al 80 centimeter, zal ik maar zeggen. Hè? Dus zeg maar, dit is dan 60. Hey, weet je wat ook 80 centimeter is? Zeg het eens. Maar hij is echt super mooi. Ik ga hem nog één keer omdraaien. Hoor. Ja, natuurlijk. Ik moet zo meteen 1,5 uur terug gaan rijden met dit ding op mijn achterbank. Dat wordt echt de meest stressvolle 1,5 uur van mijn leven, man. Kan je een beetje uitleggen hoe je dit gedaan hebt allemaal? Want... Ik heb een figuurzaag hier. Nee, wij gaan mee. Een figuurzaagje, een automatische. Dan gaan we een zaagje zitten. Nou heb ik ook een werkplaats met een lintzaag. Een lintzaag? Ja, een lintzaag, dat is een zaagblad. Ja? En, een cirkelzaag? Nee, ja nou ongeveer zo zou je het wel een beetje kunnen zien zeg maar. Het is nog vrij bekende, deze bocht kun je heel mooi maken met een lintzaag. En dan de kleintjes die maak je met een figuurzaag. Hij shine ook echt helemaal zo met die zon, wat gaaf. Ja, hij glimt ook helemaal. Oh. Ik moet ook zeggen, die foto, ik wist echt niet hoe ik moest inschatten qua grootte en zo, maar hij is echt perfect. Ja, man, dat is top om te horen. Ja, joh. Kijk, ik heb ook een petje op met het logo natuurlijk. Ja, en hij is one of a kind, hè? Ja. Hij is one of a kind, jongen. Kijk dan. Ja, dat doet hij even goed. Hij is echt precies hetzelfde. Wat fucking vet. Man. Als je wilt trouwens, ik heb nog een petje voor jou in de auto liggen. Oh, vet man. Ja? Sowieso. Oké, okay, top. Hier is trouwens dat skatepark waar ik het over had. Ja, hij is nog steeds super mooi. Wilde je hem nou nog steeds verkopen of zeker. Niet? Ja? Ja nou, oh shit. Oké, FM, kom op. Help this guy out. Ja, zeker. Als er iemand hem moet hebben, dan kan je mij mailen. Als jij een nieuw gaaf fingerboardpark wil kopen... Check dan even de mail en laat even, ja, gooi even een mailtje. Ja, ik vind dat logo, sorry, ik kan niet stoppen met kijken naar dat logo. Hij is zo fucking vet geworden. Oh, we gaan ook. Okay, oh, ja, okay, ik was nog even aan het uitleggen. Oh ja, sorry. Er zitten ook copings op. Ik denk wel dat er iemand in de NFM die heel veel fingerboard, ja. Dat dit wel een heel gaaf park is. Vooral weten in de comments en abonneer even op Almost Normal. Oh, dankjewel. Hey, gekke plug. Dat is belangrijk, ja toch? Cringe is dit, hè? Dit is een thumbnail maken. Het is zo cringe. Mevrouw, wat vindt u nou van dat logo? Supermooi. Wauw, dank u wel. Ik vind hem ook mooi. Ik dacht misschien in de achterbak leggen. Gaat het passen? Het moment van de waarheid. 1,5 uur zo met... Well, we have a problem. Wacht, jij krijgt dus ook even een patch van mij. Dat petje. Oh, hij staat je wel goed hoor, bro. Ik heb altijd petjes gedragen. Ja, dit is een nice petje. Nou, hop. Hij zit erin. We gaan onderweg naar huis en dan gaan we naar de volgende stap. En dat is het ophangen van dit ding. Wat dus nog wel een beetje lastig gaat worden. Maar, Joost, in ieder geval. Box. Super bam. Bedankt. Ja, ja. Hij is echt heel vet geworden. Ik ben echt heel erg blij mee, man. Ik zit nu in de auto. Mijn logo ligt dus nu daar. Ik vind het erg sketchy en eng.
En ik moet nog anderhalf uur terugrijden. Oké, we gaan ervoor. Goed, inmiddels is het 11:15. Ik ben thuis. Maar, zeg mijn pa, is het klaar? Ben je benieuwd? Ja, ik ben heel benieuwd. Oké, nou dan ga ik gaan pakken. Alright. Nou, we gaan. Ja, mooi hè. Gaaf hè? Ja, cool. We zijn er echt heel blij mee. Hij is heel mooi. Ga je er een lampje omheen doen? Dat denk ik wel. Alleen moet ik nu lekker slapen. En dan gaan we morgen kijken hoe we hem gaan ophangen. Tomorrow. Het is de volgende dag en ik heb besproken met mijn pa dat wij gaan voor de hangtechniek. Dus wij gaan lekker nu naar de Gamma om eventjes een hangding op te halen en een betonboor. En lampjes, ja dat doen we. Betonboor. En het was wel lang zoeken, want er zijn er nogal veel. Oh, nog meer? LED-lampjes zijn gevonden en dat kost hier in de winkel €60. Dus die gaan we even online bestellen en niet hier kopen. Alright guys, ik sta nu in mijn kamer en alle attributen hebben we om hem aan de muur te binden. En ik heb eigenlijk nu nog een vraag aan jou. Als jij sowieso de video tot hier hebt gekeken, ben je absoluut de baas. Maar ik wil ook even om jouw hulp vragen, want ik heb hem nu hier staan en ik wil hem gewoon wel gaan ophangen. Maar ik weet gewoon oprecht nog niet zo goed waar eigenlijk. Oké, ik dacht dus eerst om hem hierboven te doen, maar dan ziet dat er dus ongeveer zo uit. Alleen, hij zit echt wel heel erg hoog tegen mijn plafond aan bijna. Dus, nu ben ik aan het twijfelen of ik dat wel moet doen. Maar wat ook nog kan, is natuurlijk daar zo, zeg maar waar nu mijn Bob Ross hangt. Of, en dit denk ik zelf is misschien het mooiste plekje, om die zo boven mijn televisie te doen zo. Ik denk dat ik dit misschien wel de gaafste positie vind hiervoor. Alleen ja, ik weet het dus niet zo goed. En daar heb ik dus jouw hulp bij nodig. Dus laat even achter in de reacties waar jij vindt waar die het beste zou kunnen hangen. Ik denk dat ik hem wel hier het mooiste vind. Maar ik ga gewoon jullie reactie even afwachten. En dan in de volgende week ga jij zien waar die dan uiteindelijk hangt. Dan heb ik niet zoveel meer te zeggen voor deze video. Ik ben super blij met hoe die eruit ziet en hoe die is geworden. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dank jullie wel voor het kijken. Ik zeg like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!